De trend voor 2019 zijn toch eigenlijk wel de kleuren. Dus denk aan pastel. Zacht geel, zacht blauw, zacht roze. Nou ja, eigenlijk zachte mooie pastelkleuren voor spring-zomer. Ik ben ervan overtuigd dat je vooral aan moet trekken waar je lekker in voelt. Alleen voor de Nederlandse vrouw, die ik vaak over straat zie lopen, is het toch wel vaak dat ik denk, ah, oh, jammer dat je toch weer je sneakers en je knot op je hoofd hebt. Zorg gewoon dat je even een keer lekker je best doet op vrijdag en zaterdag, avondje uit. Pak die hakken of laarzen uit de kast en denk, ik ga vanavond even lekker dress up de deur uit. Nou, de styling tip wat ik jullie mee wil geven is, kijk eigenlijk eens een keer in je eigen kast wat je nog hebt hangen van een paar seizoenen geleden. Oversized colberts zijn eigenlijk weer in. Gooi daar een goede taille riem omheen. En maak wat nieuwe combinaties. Dus eigenlijk bepaalde stuks die je misschien nog in de kast hebt, waarvan je denkt, nou, dat heb ik echt al zo lang in de kast hangen, dat doe ik nooit meer aan. Trek het eens aan, maak een nieuwe combi. Pak er een nieuw ceintuur bij of gooi er een andere broek onder. En verrassend genoeg kom je dan eigenlijk best wel tot hele nieuwe leuke opties om aan te kunnen trekken.